Zaterdag 30 september is de Spijkenissenbrug van Hoogvliet richting Spijkenissen tussen 7 uur ochtends en 5 uur middags afgesloten voor het wegverkeer. Van Spijkenissen naar Hoogvliet blijft de brug wel open, maar geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Rijkswaterstaat voert namelijk inspecties uit aan het wegdek van de brug. Hierdoor moeten automobilisten rekening houden met een omleidingsroute wanneer zij vanuit Hoogvliet naar Spijkenissen willen reizen. Dit geeft 5 tot 10 minuten extra reistijd door om te rijden via de Botlekbrug. Fietsers en voetgangers kunnen op deze dag in beide richtingen gebruik blijven maken van de brug. Voor meer informatie kun je terecht op rijkswaterstaat.nl of van aan naar Vragen over de werkzaamheden kunnen gesteld worden door te bellen naar 0800-8002.